Goedemorgen iedereen. Het is 2 maart, my birthday. En Niels was zo lief om verlof te nemen. Ik dacht dat ik vandaag niks speciaal ging doen. Maar meneer heeft er veranderingen gebracht. Hè? Dus hij zei gisteravond dat ze gingen ontbijten. Plus hij heeft kleren voor mij voorzien, van Celine. En ik neem normaal altijd gewoon een jogging mee naar Niels. En nu had ik wel sportkleren bij, maar geen gewone kleren. Dan heeft Niels bij Celine kleren voor mij gaan halen. Goed gedaan, hè, baby. Goed gedaan. We zitten nu in de post, een geel, en we gaan hier ontbijten. School. Allemaal glutenvrije en lactosevrije broodjes, hè? Hoho, dank je, baby. Ondertussen is het 2:30. Ja. En we zijn nog even terug naar huis gegaan. En ik heb een dutje gedaan. Schandalig eigenlijk, maar we waren op de zetel de kampioenen even aan het kijken. En ik ben in slaap gevallen. En nu zijn we in Weinigem Shopping Center. En gaan we shoppen! Shop till you drop! Schatje. Ja, enorm. Nee, ik ga me echt inhouden, want ik ben echt de laatste tijd. Ik ben echt al van november of zo niet meer gaan shoppen, omdat ik zoiets heb van ik heb eigenlijk zoveel. En uiteindelijk, inderdaad, ik hoef niet altijd iets nieuws te kopen. En dat deed ik echt heel veel. Ik was echt shopverslaafd, denk ik. Dus ik ga me inhouden, maar ik ben wel blij om nog eens te gaan shoppen. Dus ik ga wel iets kopen. Ik heb geshopt, hè. Sperm Thalys, zeg je? Show me the bags. Oh, het valt mee. Het is niet veel. Niks, echt niks. En nu gaan we daar eten bij Hawaiian Pokeball. Daar zit echt niemand, hè? Niemand. Maar ja, dit is ook geen eetuur. Het is 3:30 of zo. Of hoe laat is het? 3 uur hebben. 3:50. En voilà. Yummy. We zitten bij de Hawaiian Pokeball. Goed zo, baby. Met zijn briquet. Oh. En ik heb zo een bol met steak en jij met kippen. Kip, ja. Het ziet er goed uit, hè? Smakelijk. Ondertussen zijn we terug bij mijn thuis. We waren Chinees gaan eten samen met mijn ouders en mijn zus, haar vriend en dan Niels en ik. En bij de Chinees was echt niemand, wat best wel zielig is. Waarschijnlijk voor dat coronavirus. Maar die mensen bij de Chinees zeiden ook van ja, wij wonen in België, we hebben zelf geen corona. En ons eten is ook niet besmet met corona. Dus dat was wel zielig, vond ik, omdat er zo echt niemand was buiten wij. Maar die waren wel blij dat wij er durfden komen. En ik wou jullie snel ook gewoon mijn outfit laten zien. Mijn broek. Oh, het is een beetje vast hier. Maar mijn... Het lijkt dat ik hier zo'n plek heb, maar... I promise, dat is een schaduw. Maar mijn mom jeans is van de Zara. Mijn blouseje is pas nieuw, dat is van de H&M. Kostte echt... niks. En dat is zo'n golfje in het muntgroen. Ik vind het echt wel super cute. Heel lenteachtig. En dat was echt... Ja, hoeveel kostte dat? Dat kostte echt niks. Ik weet het niet meer, maar dat was echt heel goedkoop. Dat is een H&M van de Divided collectie. Nu gaan we even bij de katjes zijn. Want de farm die zijn de hele tijd alleen geweest. Van gisteravond. Dus best wel lang, hè, schatjes. En dan gaan we even knuffelen, hè. Ja, hè. En dan gaan we down the road nog kijken, denk ik. Dan gaat Niels terug naar geel. En ga ik slapen. Ik had van mijn ouders ook nog leuke cadeautjes gekregen. Ik had van mijn ouders een bon gekregen voor te shoppen bij Victoria's Secret. Van mijn zus. Met mijn zus en Lucas ga ik zwemmen met manatees.
in Amerika, wat ook heel tof is, wat ik altijd al wou doen. Had ik ook nog tulpen gekregen, van mijn boompa nog een envelopje en van mijn ouders ook nog een bon voor naar de wellness te gaan. Dat is echt super tof, super fijn. Mijn verjaardag was alleszins zeer geslaagd. Ik vond het echt fijn, want ik dacht dat ik niks ging doen vandaag. En bleek dat Niels verlof had genomen. En we hebben toch van alles gedaan. Superleuk. Komt de dierenvriend? Ik ga jullie snel laten zien wat ik vandaag nog had gekocht. Het is echt niet veel, maar buiten dit dus had ik nog dit streepjes crop t-shirtje van de Zara. En nog twee echt basic blouses van de Zara. Dit zo, ja, hoe zeg je dat, zo dicht in hun nek en dan redelijk open in het wit. En ook in deze groen teal kleur of zo. Ja, zo'n blauw groene kleur, zo'n petrolkleur. En die blouses kosten trouwens 4 euro. Dus dat is alles wat dat ik heb gekocht in de Zara. Het was niet veel. Maar ik vond het wel leuk om nog eens te gaan shoppen. Hallo, het is de volgende ochtend. En ik wil heel even een update doen over mijn Crystal Skin Co. Omdat ik hier zoveel vragen over krijg. Echt niet normaal. Ik heb dat over laatst in een video laten zien dat ik dit gebruik. Om mijn benen, mijn bikinilijn en mijn oksels te laseren zelf at home. Ik heb dat nu ongeveer 5 of 6. Ik denk zelfs al 6 keer gebruikt. En ik zal ook nog eens het machientje laten zien voor degenen die het hebben gemist. Maar ik zal ook wel de vlog hieronder zetten als je het gemist hebt. Maar dit is dus de laser. Echt super handig. Gewoon in je hand houden. Dit is de knop. Het is echt zo simpel. Ook pijnloos. Dus echt ideaal in gebruik. En ik moet zeggen dat ik echt heel tevreden ben. Ik zou het zeker niet zeggen als dat niet het geval zou zijn. Dus echt, I swear, ik ben echt zo tevreden. Mijn benen zijn echt super glad. Ik hoef niet meer te scheren. Ik heb heel af en toe nog eens een heel blond haartje. Maar ja, dat is normaal, want blonde haartjes zult je altijd wel hebben. Nou, ik ga jullie vooral gewoon het resultaat tonen. Ik heb nu zeker 5 weken denk ik niet meer geschoren. 4 weken, ik weet het niet. Maar ja, er is gewoon niks te zien. Maar ik ga het jullie tonen. Mijn benen zijn heel droog, maar zoals je ziet, geen één haartje niet meer. Ik doe ook mijn voethaar mee, misschien TMI, maar ook op mijn voet niks meer te zien. Dus ja, ik ben er echt super, super, super blij mee. Dus echt niks meer. Dus super tevreden. Ik ga hier nog eens de naam zetten, mochten jullie het zelf willen bestellen. Kunnen jullie dat doen? Ik ben gewoon heel tevreden. Heel fijn dat ik niks meer hoef te doen. Dat is ideaal. Ik ben wel benieuwd in de zomer als mijn haar meer gaat terugkomen of niet. Want in de zomer groeit mijn haar wel eens iets sneller. Maar daar zal ik dan sowieso nog wel eens een update over doen. Ik ga hier ook de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En ik zie jullie snel weer.